Vandaag wordt onze voorzitter, mevrouw Elfriede Barendijk, stil, die op 1 februari jongstleden veel te vroeg is heen gegaan. Zij wordt vandaag ten graven gedragen. Wat betekent het vandaag? Heel veel. Ze is vanaf 1995 voorzitter geweest. En ze heeft NACS letterlijk en figuurlijk uit een heel diep dal gehaald. Er was geen geloof meer in de organisatie. De organisatie lag als het ware op zijn kop. Maar als voorzitter heeft zij aan die kar getrokken, samen met haar overige bestuursleden. En NACS gemaakt tot wat NACS vandaag aan de dag weer is. Te adoro, Yanda, rame da tronza, we zijn een Afro-Surinaamse organisatie die zich beijvert voor cultuur in zijn algemeenheid, maar cultuur van de Afro-Surinamer in het bijzonder in al zijn facetten. Het zij theater, het zij zang, religie, op kunst, noem maar op, geneeskunde. Daarmee houden wij ons bezig. Suriname verliest met het heengaan en van Elfriede, een cultuurspecialist die met veel toewijding een grote bijdrage heeft geleverd aan het gemeenschapswerk en de kunst- en cultuurontwikkeling in Suriname. Ze had grote liefde voor het aspect van cultuur-educatieve ontwikkeling en was in staat anderen en het bijzonder jongeren te stimuleren hun talenten en capaciteiten tot ontwikkeling te brengen. Gecondoleerd, sterkte. En als ik die vrede doe, maak ik gro, godoro. Hoe herinner je Elfriede Barend? Zo, ik herinner haar als een stippelijk persoon. Beetje precies, altijd op tijd, keurig gekleed. Altijd een lach, een smile in haar gezicht. En iemand waarbij je kon alles met haar op bespreken. Problemen, maakt niet uit. Ze leerde ons dat we onze cultuur moesten waarderen. Want ze vond van dat jongeren bijvoorbeeld, als jongeren hun cultuur overdragen, is het een heel, ja, is een goed ding. Ja. Dus we zullen echt een echte Jaja cultuur ma missen. Ja, wat door een koeier. We zijn ontroerd. We treuren niet voor Friede. Friede heeft gezegd nadat ze. Nadat haar afgang een feit was, heeft zoals groepje gezegd, mijn taak op deze wereld is volbracht. Mijn missie is ten einde. Ik ga terug naar God. Ik denk dat hij een andere bedoeling met me heeft nu. Maar jullie moeten niet treuren. Denk maar alleen aan de prettige dingen die ik met jullie heb meegemaakt. Want mijn vrouw voor plezier.